hier nog meer een beetje in je oude houding. Dus dat is een beetje achterover geweest, hè? Wil je nog een keer? Ik heb heel erg het gevoel dat het nu meer naar voren zit. Voor mij mag je het nog een beetje meer mee naar voren, want jouw schouders zijn achter je heupen. En ik wil graag je schouders gelijk met je heupen. Ja, kijk maar in de spiegel. Ja, en dan je onderrug lekker losjes. Lekker meebewegen, lekker losjes. Ja, zo. Kun je dan je benen lekker lang laten hangen? Maar wil ik nu niet veel te ver naar voren? Nee. Alleen je nek en je hoofd, die zijn een soort van te ver naar voren. En daarom denk jij dat je zo ver naar voren zit. Terwijl als ik naar je schouders kijk, die zijn mooi in een rechte lijn met je heup. Gewoon een beetje een soort van weggelegd moet ik dat. Probeer dus iets dat je ze laag hebt liggen, dat je ze bijna een beetje op zijn hals legt. Zie je, je handen zijn hier bij de zadel. Mogen meer daar inderdaad, breed genoeg en hoog. En vandaar ook lekker meeveren, dat jouw pony jouw armen mee kan nemen in de stapbeweging. Zodat jij een fijn contact kan maken met de mond van je pony. En dat jouw pony door dat contact niet belemmerd wordt. Nog ietsje hoger. En lekker meeveren. Goed. Mooi diep contact met je zadel. Hè. Ontspan jezelf maar, je benen lekker lang. Dat je echt zegt van, oké, lekker in de zadel zitten en dat je het contact opzoekt met de rug van je pony. En zag je wat er daar gebeurde? Of voelde je wat er daar gebeurde? Nee. Hij kwam eigenlijk daar al mooi in die nageefzaamheid. Kom, dit beetje los hier. Ja, dus let op dat je niet achterover gaat zitten. Dat je recht zit en als je recht zit, lekker ontspannen. Dat je zegt van, nou luister, ik zit hier, hè, en waar is jouw rug? Je zit nu rechtop. Je mag iets meer nog in je, ja, ietsjes ontspannen, ietsjes in je zadelzak. Daar. Zo, goed? Je zit nu helemaal niet op mijn kont. Wat zei je? Je zit nu helemaal niet op mijn kont. Nee, maar normaal zit je een soort van te veel op je kont. Dan zit jij bijna achter je zitbeenknobbel. En ik wil graag dat je midden op je zitbeenknobbel zit. Dus dan zit je inderdaad minder op het vlees van je billen. En iets meer op je zitbeenknobbel. En ook iets meer richting je schaambeen. Ja, en nou je benen lekker lang laten hangen. Doe je voet dus uit de beug en laat ze helemaal zo lang als je kan hangen. Zeer. Waar doet dat zin? Ja? Dan moet je dat even een beetje oprekken. Dan ben je daar een beetje stijf misschien. Ja. Je zitbeenknobbels in contact. Benen laten hangen. Ja. En laat jou... Kijk, hier, dit vind je pony lekker. Voel je dat? Ja. En dan ontspant hij lekker. Oh ja. En laat jouw pony jou in beweging zetten. Jouw onderrug, net als het jokerde net, mag nog iets meer zeg maar, op en neer in het ritme, in de beweging van jouw pony. Ja, mag je voeten weer in je beugels doen. Goed. En je handen weer ietsjes gedragen. Ja, en lekker meegeven. Dit wordt een mooie stap zo, Tessa. Kun je dat voelen? He, kan die lekker doorstappen, dus is lekker actief. Maar tegelijkertijd is hij ook lekker ontspannen. Ja, goed het contact met zijn rug opzoeken. Ja, dit vind ik mooi, Tessa. Voelt dit ook lekker? Nee. Waarom niet? Mijn rug is echt heel veel weer. Echt waar? En als je nou iets meer hier bij je diepe buikspieren... Als je daar een klein beetje meer jezelf actief maakt. Hoe kan ik dat doen? Want als je bijvoorbeeld je keel slaapt, of tuffen, of zeg. Ja, wil je ze dan aanspannen? Je keel slapen. Voel je dat? Waarom? Hè? Dat je dus, kijk, als je hand hier legt en je ja, op. Ik voel dan meer hier dan hier. Nee, hier zo, bij je naam. Ja, nu ga je beter zitten. Ik denk dat je ze gevonden hebt, dus je gaat hier nu wel beter zitten. Even hoog houden. Hier zo? Oké, kijk eens of je ze aan kan spannen. Oké, probeer nog eens. Ik ga er maar voor. Heupen naar achteren.
achter. Ja, ja, zo ja. En nou ontspannen. Rug los. Hey. Even iets meer je rug een beetje losser. Iets meer contact. Ja, zo. En je contact met je pony iets meer. Ga maar, zak maar in je pony. Ga even de bal pakken. Je mag er even af. Oké. Oké, komt u maar even zitten. Gaan we ook paardenvoetballen? Alsof je op je pony zit en even zij aan zicht voor mij. Ja. Hij weet dat ding niet, hè? Oké. Kijk, nu ga je eigenlijk gelijk goed zitten. Ja, precies. Kun je dat voelen? Voel je een verschil? Dus hoe ik op blondie zit en... Ja. Kun je nadoen hoe je op blondie zit? Gewoon niet op gewoon stil te zitten. Oh, niet hard. Doe eens na. En zo zit je op je pony. Maar ik heb het gevoel dat ik zo mijn pony zit. Doe even stilzitten. Ja, oké. Nou, stel dat je dat gevoel hebt, hè. Ga dan eens terug zitten hoe je net zat. Oh, nee, dat is te ver. Midden tussen die twee. Iets rechterop. Rechter. Nee, dat is achterover. Rechtop. Ik zit nu rechtop. Ja, alleen nu. Ik heb dit gevoel dat dit rechtop is. Hier zit je iets achterover. Dus daar moeten we even aan sleutelen. Want als jij denkt dat je rechtop zit, zit je achterover. Ik heb het gevoel ja. Nu zo dat ik zo rechtop zit. Ja. Hier zijn je schouders. Die hangen een beetje achter je heupen. Kun je dat zien zo? Ik wil wel een beetje hier mijn heupen. Mm-hmm. Ja. Dus ik wil dit ietsjes naar voren. Dus mag, doe dat. Jouw schouders, jouw bovenlichaam. Dit is zo recht dan. Nee, want je wil niet je rug vol maken. Dus je houdt je rug lekker los. Ja. En je gaat eigenlijk zeg maar een beetje jezelf oprichten. Daar. Je rug los. Heel goed. Zo ja. Nu zit je een beetje voorover. Rol nu de bal ietsjes naar voren met je kop. Ja, niet te ver. Nu zit je achterover. Daar zit je in het midden. Goed zo. En doe eens even wat je net had. Dat je zegt van, nou maar als ik recht zit, dan heb ik het gevoel dat ik voorover zit. Ja, zo. En ga nu eens alleen maar iets meer in de bal zitten. Laat je zelfs... Oh, dat is te veel. Dat is wel goed, maar dat is te veel wat je doet. Nog een keer terug naar dat je denkt van... Huh? Kijk, zo zat je toen je probeerde rechtop te zitten. Maar dan zit je een beetje boven de bal en dan zit je ook echt voorover. Hè? Dat is ook niet fijn, hè? Nu zit je echt een beetje voorover. En dan ga je jezelf nog steeds... Ja, dan ga je heel langzaam jezelf iets in de bal laten zakken. Daar. Zo zit je precies goed. Echt? Zo zit ik... Dit is voor mij dus dit en dit. Ja. En die moet je goed onthouden. Is dit ook goed of niet? Dit is alweer achterover. Ja. Daar is goed. Wil ik een foto maken? Ja. Even zo blijven zitten. Jij denkt dat je hier helemaal voorover zit, hè? Ik denk dat ik wel wat met mijn hoofd. Okay. Niet naar je nek en je hoofd kijken, hè, maar kijk naar je schouders en naar je heupen. En je kan ook hier naar kijken. Dit is nu een mooie rechte lijn. Ja. Wil je dat zien? Ja. Geloof je me nu? Ja, alleen het voelt toch nog anders. Ja, nou, maar dat is een van de belangrijkste dingen van houding en zit. Is dat je, kijk, je gevoel houdt je dus een beetje voor de gek. Dat heb je nu zelf gezien, hè? He, wat jij denkt dat recht is, is eigenlijk achterover. En als jij recht gaat zitten, denk je dat is voorover. Ja. Ja, wat jij moet gaan oefenen, is dat je dus even jezelf herprogrammeert dat rechtop zitten ook rechtop voelt voor jou. Dat kan je leren, maar dat moet je eventjes op deze manier oefenen. Ja? Je mag even terug op je pony gaan zitten. Oké, pak je teugels maar vast. En dan ga je in je oude houding. Ja, maar die bal is recht en dit gaat zo. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Maar daarom, hè, die bal kan je dan ook iets duidelijker voelen. Ook dat je echt in die bal gaat zitten. Dit is voor mijn gevoel. Ja, oké. Okay. Wacht. Als ik een klein stapje naar boven ga. Hè? Oh ja, kan je zien. Huh, wat? Huh. Oké. Okay. Ja. Het klopt niet in mijn hoofd. Ja, maar dat is bij iedereen zo, niet alleen bij jou. Dus bij iedereen heeft het gevoel dat hij zo naar voren gaat. Nou, of mensen die heel erg naar voren zitten en daaraan gewend zijn. Zo doe, zo omhoog. Ja. Kan ook andersom, hè? Mensen die naar voren zitten, die denken dat ze achterover zitten. Dus ik normaal gesproken, wacht, als ik zo doe en dan... Ja, dat is
Ja. Oké, okay, dus probeer maar eens nu de nieuwe rechtop. Dit is de nieuwe rechtop. Mag nog ietsjes meer. Ja, zo. En nu, dit is stap 1. Stap 2 is dat je hier je rug ook gaat ontspannen. En ietsjes meer in je pony gaat zitten. Nee, nou ga je achterover. Ja, rechtop. Alles rechtop. Rechtop, rechtop, rechtop. Ja. En nou ga je hier deze een klein beetje zo kantelen. Dat je iets meer op je zitbeenknobbels komt. Dus niet helemaal achter je zitbeenknobbels. Maar nog wel door bovenop. Hier ontspannen. Ontspannen. Hier zo. Laat jezelf eens zo een beetje naar voren rollen. En nou gaat je kont uit je zadel. Ja, goed zo. Weet je nog zoals je op joker dat je, hè, zoals je kan gaan. Ja, je laat jezelf zo hier op je hand, je laat je er overheen rollen en dan kan je lekker ontspannen en bewegen. Auw. Nee. Auw. Ik ga gelijk te ver, van hoe? Ja. Ja, dus we gaan het even omdraaien. Eerst contact met je zitbeenknobbels. Niet helemaal erachter. Niet te ver naar voren, maar op het midden van je zitbeenknobbels. Heel goed. En nou je bovenlichaam ietsjes meer mee. Oh, als nu je bovenlichaam naar voren gaat, komt je kont uit je zadel. Dus je houdt contact met je zitbeenknobbels. En dan wordt je rug lang. Ja. Ja, ja. Lastig. Kijk, want jij zijn en mijn recht. Ik moet en mijn rug recht houden en... Ja, maar dat is juist... Kijk, daarnet zei je van ik krijg er rugpijn van. Maar dat is als je je rug te hol maakt en te strak maakt. Dat willen we ook niet. Ja? Kijk, dit is veel te hol. Hier krijg je rugpijn van. Wat je daar deed is goed. Kan. Daar. Goed zo. Ja? Oké. Okay. Even wegstappen doen we nog een keer. Want je moet eventjes die twee stapjes doorkrijgen. Want wat er nu gebeurt... Als jij je bovenlichaam naar voren doet... Dan doe jij alles naar voren en dan verlies je contact met je zadel. Ja, dat wil je. Dus hals houden. Midden van je zitbeenknobbels, zo zit je eigenlijk al goed. Ja, en nou ga je je bovenlichaam naar voren doen en je kont blijft in je zadel. Zoiets, ja. Dit is eigenlijk alweer een beetje overdreven. Maar hetzelfde, hè, wat je mag doen, zitbeenknobbels in je zadel. En dan weer, ja, goed zo. En blijf het mooi in contact met je zadel. Hoe voelt dat voor je rug? Beter. Gelukkig, want het is ook beter. Dit is wat ik graag wil. Want het is heel belangrijk dat jij hier dus lekker nog kan bewegen. Hier zit een belangrijk scharnierpunt. En als je zo zit, zet je het vast. En als je zo zit, zet je het vast. Dus ik wil dat in de middenpositie. Ja, zodat jij lekker de beweging van je pony kan volgen. Probeer het nu maar eens in stap. En jou, hè? Dus als jij goed in die middenpositie zit, juist, dan kan jouw pony jouw rug ook beter, makkelijker in beweging krijgen. Anders zit je een beetje als een zoutzak. Anders zit je, weet je nog, toen ik op jouw schoot zat en helemaal niks, hè, dat gewoon zo ging zitten en verder niks. Nou, zo zit jij anders. Oh. Ja. Dit is beter. Goed zo. Oké, okay, daar lekker een beetje gevoel erbij. Probeer het gevoel ook goed te onthouden. Dan zie je je pony eigenlijk hier ook wel lekker ontspannen. En dan hebben we alleen nog maar aan het contact met je kont gewerkt. En nog niet eens aan je voeten en je benen en je handen. En dan zie je al dat hij hier al ontspannen van gaat lopen. Ja. Voel je dat of niet? Ja. Goed zo. Nou, laat je benen lekker hangen. Zodat je... Ja, super. Goed zo. Ik denk dat het ook makkelijker zal gaan als je eenmaal goed recht kan zitten. Alleen nu kan ik niet echt opstaan. Kom daar zo. Ja, en je mag je goed een tikje verder in je beugel doen. Zo. Goed zo. Nee. Andere kant misschien ook even. Ik snap het, ik kan het maar mee. Ja. Het begint daar heel mooi op te lijken, Tessa. En lekker losjes in je rug. Hè? Dus je zoekt de goede houding. En dan in plaats van dat je denkt, oh zo zit ik goed, zit stil. Nee, dan zit ik meer, dat ik echt mijn beugels los ben. En dan is het makkelijker om de bewegingen met mijn rug te volgen. Dan zijn de beugels erin. Ja, misschien, jij zei net van je beugels een gaatje langer. Misschien, we kunnen dat best eens proberen. Een gaatje langer. Kijken of het dan makkelijker voor je wordt. Je moet alleen uitkijken als je te lang gaat. Dat je je niet gaat overstrekken. Dat is wel beter, ja. Alleen kom ik nu dan niet te weinig uit mijn zadel? Zeker niet. Normaal gesproken kom je juist te hoog uit je zadel. Normaal gesproken kom ik meer zo uit mijn zadel. Ja. Moet je maar zo kennen, die foto van de hindernis. Supermooie foto.
Ja, maar dan doe je net iets te weinig met je heup, waardoor dat je te hoog uit je zadel komt. Ja, je hebt eigenlijk maar zo'n stukje. Ik dacht dat ik alleen maar zo uit mijn zadel kom. Ja, en dan je heupen naar achteren. Ja, ja, goed. Dat is het. Alleen dan springt ze allemaal zo. Ja, oké. Ja. Maar dat was wel een hele goede daar. Voel je dat met die heupen? Ja. Gaan we weer zitten. Doen we gelijk even nog een keer. Oude houding. Ja, ja. Midden van je zitbeen knobbels. Dus dit is niet recht zo. Nee. Daar, goed zo. En nou hou je hier het contact. En je bovenlichaam er overheen. Vol. En naar voren. Hier overheen. Vol. Nee, nou gaat je kont uitstaan. Ja. Weet je wat jij moet doen? Hebben jullie een speeltuin bij jullie in de buurt? Ja. Dan moet je even die rekstok, hebben ze een rekstok? Ja. Moet alleen, even... ik stoot op mijn hoofd. Maar ja. Ja, ja nou, je moet even het koppeltje duiken. Wat is dat? Gewoon om eromheen, om de stang heen koppeltje duikelen. Ja. Oh, gewoon dus voren. Gewoon een koppelhorm omheen maken. Ja. Ja, precies. Want dat moet je eigenlijk doen. Jij houdt dit soort van aan elkaar vast. En je moet, als je een koppelhorm gaat maken, koppeltje duiken, dan heb je hier de rekstok, die zit hier. Kijk. Mm-hmm. En dan ga je dus daar omheen, zo. En dan gaat dit dus ook juist naar achter. Want als je dit naar voren houdt, dan kom je niet om die rekstok heen. Ja. Snap je? Dat moet je voor de grap eens oefenen. Maar goed, als je koppeltje duikelt, een koprol maakt, goed voelen hoe je dat doet in je lichaam. En kijk, als je echt een koprol maakt, ja, dan ben je helemaal zo. Ja, zo hoef je niet op je paard te zitten. Nee. Maar wat je dus wel moet leren is van, nou, hier zit de rekstok. En ik rol mezelf eromheen. En ik ga mijn kont een beetje naar achter. En mijn bovenlichaam naar voren, naar beneden. Doe eens. Dus een beetje als een koprol. Ja. Oh, niet je kont uit je zadel. Daar, ja, komt in je zadel. Daar, ja, ja, ja. Ja, dat is hem. Daar. En dan kan je lekker, en dan lekker contact maken met je pony. Lekker gaan zitten. Ja, zak maar in je zadel. Goed zo, dit is hem. Zie je, en nou heb je dus nog je nek en je hoofd een beetje zo. Ja, je mag dan weer recht. Maar je lichaam hou je hetzelfde. Oké, stap maar weg. Ik ga het niet heel goed trekken. Ja, braaf. Ja, en dan lekker losjes in je rug. Ja, goed. Nou is je rug ineens veel losser. Kun je dat voelen? Een beetje. Een beetje? Nou, probeer daar maar goed op te letten. Ja. Je boven nog ietsjes meenemen naar voren toe. En je houdt je contact in je rug. De rug, die is wel losser, ja. Ja, ja. Voel je nou? Ja. Goed zo. Ja, goed zo. En je body wil je ook lekker zo te doen. Ja, en dan lekker je benen laten hangen. En voeten iets verder in de beugels. Ja. Oké, en kijk maar of je daar je teugels lekker vast kan houden. Dus niet je handen wegleggen. Ja, maar de water van. Goed zo. En blijf los in je rug. Dat je niet omdat je teugels... anders vasthoud je rug weer strakker maar. Voor mij lopen je handen nog een beetje goed. Ja, kijk, maar daar kan je echt aan meekeren. Ja. Zo. En je benen weer lekker laten hangen. Goed. Ja. Super. Kijk, en hier heb je dat alles wat moet bewegen, beweegt. En alles wat dus... wat je niet wil dat beweegt, wordt juist mooi stil. Hier zit de beweging, dat is goed. Je armen veren lekker mee. En de rest is mooi stil. Als je nou dadelijk gaat draven, mag je weer ietsje verder je voeten in je beugel. Je hakken naar buiten, oftewel je voeten mooi recht. Ga eens heel even gewoon zo staan terwijl dat je stapt. Ja, goed. Ik heb spierpijn. En je rug weer lekker losjes. Oké, okay. Je mag je aandraven. Blijf maar even in je verlichte zit. Benen lekker lang naar beneden laten hangen. Ja. Gewicht in je hakken. Goed zo. En dan ga je met deze benenlichting ga je iedere keer zit naar je zadel. Zoals die oefening met dat trappetje wat we gedaan hebben. Ja, goed zo. Nou zit je iets voorover. Ja, maar probeer langzaam naar... zeg maar naar rechtop. Ja, en niet te veel in zijn mond friemelen.
Probeer gewoon lekker je teugels vast te houden. Dus we gaan nu nog een beetje een boog in je teugels. Ja, je teugels iets korter, je handen hoger. En zoek die verbinding met zijn mond maar op. Dat je zijn bit eigenlijk kan voelen in je handen. Ja, dit vind ik goed. Niet te veel friemelen met je handen. Het is niet erg als je nog even met je hoofd omhoog loopt. Want ik wil graag dat jij dadelijk je kuiten nog iets meer tegen zijn buik gaat leggen. En dat je kijkt, hè, dus hij hoeft niet harder, niet met je sporen en je hak. Maar eigenlijk alsof je je benen rond zijn buik heen slaat en die buik een beetje omhoog wil tillen met je kuiten, met je benen. Je weet waar je kuiten zitten, hè? Ja. Ja. En met je laarzen kan ik ook zeggen. Ja, en je handen blijven lekker in contact met zijn mond en je armen blijven mooi elastisch. En je lichtrijden blijft mooi zacht, hè? Mooi licht. Zit ik nu niet te ver voorover? Je zit nog een beetje te ver voorover, maar dat komt omdat je handen te laag zijn en je kiept een beetje achter je handen aan. Meer mijn handen zo houden. Ja. Kijk, en nu kan je veel makkelijker recht zitten en je lichtrijden is nog steeds goed. Maar niet te veel drijven. Weet je nog wat we oefenen? Dat je dus je benen helemaal stil houdt en dat je met je heupen sta, zit doet? Ja, goed zo. Ja, heel goed. En dan mogen je handen nog ietsjes breder, zodat je linkerhand in contact is met de linkermondhoek en rechts met rechts. En dan gaan we het even heel simpel houden. Ja, dus let op je benen, mooi lang, tegen de buik aan. En lang naar beneden, een beetje rond zijn buik. En dan blijven we even, Tessa, lekker saai, een beetje zo rijden. Verder nog even niks veranderen. Want dan gaan we even dit aan je pony laten voelen. En jij gaat blijven controleren van, oké, contact met je zit. Hè, is nu heel goed, vind ik. Contact met je kuiten. Contact met zijn mond. En verder even niks. Dat als je handen hoger houdt, meer contact hebt dan als je handen wat lager houdt. Ja, probeer maar uit. Kun je dat verschil voelen? En het is niet alleen meer contact, maar als je handen laag hebt, dan druk je dat bit eigenlijk een beetje naar beneden. Dat is niet zo lekker voor je pony, want dan zit dat bit zit eigenlijk een beetje op de tandvlees te drukken. En als je je handen hoger houdt, doe maar weer een beetje hoger, zo, dan ligt het bit in zijn mondhoek. En in zijn mondhoeken kan die lekker gaan kauwen en kan die op een gegeven moment lekker gaan ontspannen. Dus het lijkt een beetje raar, want heel veel mensen denken, ja, hij moet met zijn hoofd naar beneden, dus ik moet met mijn handen naar beneden. Maar dat is niet zo. Ik moet eigenlijk mijn handen hier houden. Ja, ik vind dit een heel mooi teugelcontact. Vind jij dit ook, dit is perfect. Ja, dat is even willen, maar yes. Ja. Maar voelt het wel een soort van, kun je goed voelen dat er een verbinding in komt? Ja. En dan mag je je handen zelf nog een klein beetje breder doen. Iets verder uit elkaar, zodat je rechterhand in contact is met de rechtermondhoek en links met links. Ja, en hoeft die niet harder. Maar kun je nou nog iets meer je benen tegen zijn buik aan? Dus je benen lang. Oh, niet te hard, niet te hard, niet te hard. Dus rond zijn buik. Dat je niet je hak en je spoor gebruikt. Maar dat je hem, alsof je die buik een beetje op wilt tillen met je kuit. Eerst rustiger. Hop, hop. Juist. Ja, niet te rommelig met je benen. Net had je ze mooi stil. Maar gewoon, weet je nog waar ik mijn hand had daarnet? Dat je zo, dat je de bovenkanten van je benen hier, dat je die zachtjes een beetje naar elkaar toe brengt. Ja. Zo. Ja. Dit tempo. Oh, niet te hard. Niet te hard. Doe het nog een beetje rustiger. Ja, goed zo. En nou mag jij je schouders lekker losjes houden. Mag je je handen een klein beetje sluiten, een klein beetje een soort van kauwen met je vingers. En dan mag je kijken of dat je hem een klein beetje naar geestelijk kan maken. In combinatie met je zit en je kuiten. Goed. Ja. Iets rustiger draven. Juist. Juist.
En nou, hè, hier heb je een mooi contact, hè. Probeer nog eens een beetje te denken aan een duwende hand. Dat je even je hand ietsjes langzaam iets naar voren doet. Kijk of dat in ieder geval al een beetje wil gaan zakken. Niet te hard draven. Ja. En als hij dat wil, mag je die teugels ietsjes uit je hand laten. Iets door je hand laten glijden. Goed zo. Juist. Kijk eens. Voel je dat, Tessa? Ja, ik voel wel een zakje. Wat voel je? Dat is de zak. Dat is de zak. Ja, laat hem nog maar een beetje zakken. Kijk, laat je lekker ontspannen. Rustig met je benen, want hij gaat al hard zat. Dat je niet nog een keer extra drijft. Dus denk aan de oefening met het trappetje. Waarbij dat je je benen mooi rustig houdt. Ja, dit is weer een mooi contact. Goed zo, Tessa. En nou ga je hem weer ietsjes laten zakken. Ja. Zo, goed. Hey, kijk eens even. Ja, dat is genoeg, Tessa. En dan zoek je daar weer een contactteugeltje. Zakje. En denk aan je waterslang. En denk aan je onderbenen. Hè, dus je benen lekker lang. Voeten in je beugel. Juist. Goed. Lekker elastisch in je armen. Check even of je rechts en links hetzelfde gevoel hebt. En voelde je dat? Jij deed je handen mooi een beetje hoger. En toen zakte die lekker in die ontspanning. Kon je dat voelen? Ja. Ja, dus probeer. Check even rechts en links. Rechts mag je een klein beetje meer contact zoeken en je linkerhand lekker een beetje omhoog en naar voren. Linkerhand omhoog en naar voren. Vooral een beetje naar voren. Ja, daar. He, dus niet naar voren als in dat hij harder moet, maar jouw linkerhand iets meer naar zijn mond. Daar. Mijn linkerhand meer naar mijn mond? Ja, naar zijn mond. Ja, voel je? Dan kan die lekker erin zakken. Dit is mooi. Ja, goed zo. Nou, nog een klein beetje rustiger draven. Lekker je gewicht in je hakken en je benen mooi lang. Ja, en dan zoek weer dat contactteugeltje met je waterslang. En het is prima om hier te zeggen van nou even een beetje verbinding maken. En kijken of dat je hem daarna weer lekker kan ontspannen. Vooral in je linkerhand, goed gedaan. Rechter teugel contact. Ja, he, dus check even of je rechts en links hetzelfde gevoel hebt in je handen. En zo niet mag je dat maken. Dit is mooi, Tessa. Ja, goed gedaan. En nou links weer een beetje je hand naar de mond. En rechts hou je de verbinding. Want dan krijg je hetzelfde gevoel. He, jouw pony is links een beetje sterker in het contact en rechts een beetje losser. En wat jij dan doet is andersom. Dan pak je rechts een beetje meer erbij. Goed zo. En links een beetje losser. Doe links nog eens iets losser. Daar. Daar. Dit is super mooi, Tessa. Voelt dit ook lekker? Ja. Goed zo. Wissel nou eens naar je oude houding. Doe alles hetzelfde. Zo achterover en je handen laag. Hé. Hey. En wat is er dan gebeurd? Hoe loopt hij nu? Ja. Nou gaan we kijken of dat je hem weer fijn kan maken. Dus doe alles maar weer zoals, het net zoals je het net geleerd hebt. Daar is hij weer. Voel je dat? Ja. En wissel nog eens terug. Ja, dit voelt wel vertrouwder, maar ik kan wel bijna een nieuwe houding. Ja, nou ja, het voelt vertrouwder, maar wanneer loopt je pony lekkerder? Nu of in je nieuwe houding? Dat vind ik een lastige vraag. Ja, nou dan moet jij de filmpjes maar eens terugkijken, want ik weet het wel. Ja, hier weer rechts in contact en je linkerhand naar voren. Link, ja, goed gedaan. En je benen mooi lang. Ja, je mag hier zelf een klein beetje meer rechtop zitten, maar met je benen lang en je linkerhand naar voren. Ja, en dan weer iets meer rechtop. Doe je dat meer naar achter of meer? Nee, je bovenlichaam zeg maar. Ja. Dat je jouw staart een beetje naar de staart van je pony brengt. Zonder dat het achterover wordt. Maar dit is nog oké.
En weer zacht met je linkerteugel. Dus contact met je. Doe je linkerhand dus wat hoger. Hoger je linkerhand. Hoger. Ja, zo ja. En daar ja, goed zo. Ja, goed gedaan. Kijk, maar nou is er weer een mooie verbinding met zijn mond, hè? Even zo blijven. Even goed dat contact voelen. En als je een fijn tempo hebt en je voelt dat hij kan ontspannen, dan ga je hem weer een beetje laten zakken in zijn hals. Iets rustiger. Ja, goed zo. En nou mag je iets teugel geven. Daar. Super. Dit is mooi, Tessa. Maar dit voelt toch wel lekker aan, of niet? Ja. Ik zou zeggen, dat kan bijna niet anders. Ja, hij wordt er stik mooi van. Super. Zullen we nog even een galopje doen? Weet je nog op joker? He, goed mee naar voren blijven zitten. Ook als je moet remmen. Als je een keer moet remmen, probeer dan niet soort van helemaal achterover te zitten. Maar goed blijven zitten en alleen met je teugel een beetje remmen. Probeer maar. Oh. Ja, dat is niks. Nog een keertje. Goed gedaan. Juist, lekker meeveren. Ja, ook in je schouders lekker losjes. Juist. En dan ga je een ritme zoeken. Let op dat je kont ietsjes meer in je zadel blijft als je je bovenlichaam naar voren. Ja, wat we net geoefend. Ja, goed zo. Wat we net geoefend hebben. Heel goed. En blijf je galopbeweging maken. Ja, goed zo. Hier mag je nog ietsjes meer rechtop gaan zitten. Maar kijk uit dat het niet wordt dat je achterover zit. Maar dan zal ik het wel zeggen. Dit is nog heel goed. Hier zit je precies recht. Ja. En je benen lekker lang en je rug lekker los. En je heupen doen mee met het cirkeltje van de galop. Kun je je heupen nog een beetje losser mee laten bewegen? Juist. Goed zo. Kijk hem gaan. Ik weet het overal. Ja, maar dat is juist goed. En je pony gaat er hartstikke lekker van lopen. Doe dat nog maar een keertje. Ja. Je kont in het zadel. Je handen voor je en hoog genoeg. Ja, je mag een klein beetje terug, want nu zit je naar voren toe. Dus je mag ietsjes terug gaan zitten. Maar blijf bewegen, hè. Ja, goed zo. Daar is die. Dit gevoel moet je even onthouden, Tessa. Kijk, en dan mag hij dadelijk nog iets rustiger gaan galopperen. Mag je al wel een keer proberen. Kijken of hij dat kan. Maar blijf in je galopbeweging. Handen hoog genoeg. En blijf bewegen. Goed gedaan. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, goed zo. En weer ontspannen in je schouders en je arm. En dan kijk of hij weer een beetje erin wil zakken. Als je hem links een beetje teugel geeft, dan wil hij misschien wel weer ontspannen. Goed zo. Kijk, dat is een mooi begin, hè? Want daar heb je een hele mooie verbinding. Kun je dat voelen? Ja. Ja, en nou je linkerhand nog een beetje teugel geven. Alleen linkerhand. Je rechter teugel hou je gewoon lekker zo vast. En met je linker... Wat is eigenlijk beter? Meer zo of meer zo? Dat hangt er vanaf wat je wilt. Dit vind ik precies goed in die zin dat je goed rechtop zit en dat je pony daar lekker in balans kan komen. Ja. Dat vind ik het beste. En deze? Dat is een beetje te ver voorover. Ja. En je ziet wel dat hij daar wel kan ontspannen, maar dan gaat hij tegelijkertijd ook een beetje te hard. Maar kun je die twee misschien combineren? Dus recht zitten, maar wel je handen een beetje daar naar zijn mond. Vooral je linkerhand. En je blijft recht zitten. Goed, zo ja. Ja, geef maar een beetje teugel. Centimetertje erbij. Niet harder. Oh. Oh. Wil jij een keer niet zo achter? Wat was dat? Frisheid. Ja. Kopte hij eraan. Hij is wel lenig als hij zo tegen de buiten aan kan koppen. Kijk, iets rustiger galopperen, Tessa. Zitten, zo zit je goed. Nog een beetje remmen. Mee zitten en remmen. Nog iets. Goed, goed, goed.
En je heupen weer lekker losjes. Ja, en nog een beetje remmen. Oké, en nou rechts je teugel vasthouden. En links je teugel een beetje langer en losser laten. Klein stukje nog. Rechts je teugel vasthouden, links langer en losser. En een beetje hoger. Ja, goed zo, goed zo. Tadaa, daar is die. Voel je hem lekker ontspannen? Ja. Dit is ook heel goed in je handen, Tessa. Ja, in je zit, maar ook in je handen. Super goed. Oké. Rustig terug. Een stukje doorzitten misschien nog heel even. Kijken of je in het doorzitten ook mooi recht kan zitten. Ja, dus iets meer mee, hè? De heupen lekker los. En omhoog, omlaag. Denk aan waar Joker de meeste vering had. Goed zo, goed zo. Handen hoger. Benen lekker lang. Meezitten. Ja. En dan mag je een beetje remmen. Goed zo. En als je remt, let op dat je niet helemaal in je teugels gaat hangen. Dus je blijft zelf recht zitten. Hè, je buikspieren. Dan moet je echt even nog een beetje oefenen dat je dat makkelijk kan activeren. Ja, want daarmee moet je jezelf dus ook stabiliseren. Zodat als je remt, dat je niet helemaal in je teugels hangt. Niet zo hard kloppen. Dat je niet in je teugels hangt, maar dat je goed blijft zitten en mee blijft zitten en dan even rem. Ja, en geef hem nu zachtjes weer een beetje teugel bij. Dit is een mooi contact, heb je goed gedaan. En nou weer een beetje teugel geven, vooral links. Let op dat je mee blijft zitten. Buikspieren, juist. Goed. En weer een keer. Kijk maar of je hem een beetje teugel kan geven. Ja, laat ze hals maar zakken. Nog een beetje. Ja, goed zo. En daar een contactteugeltje. Mooi, Tessa. Zo zit je ook precies recht. Voel je dat? Supermooi. Kunnen we nog even uitdraven, lekker? Even lekker licht rijden. Hop, hop. Niet te hard. Heel goed. Doe je dat wel eens, zo lekker aan een lange teugel draven? Ja. Met een passie. En probeer het, Tessa, om de komende tijd dit lekker te oefenen. Dus goed even op je zit letten. En dat je dus, kijk, nu zie je ook, hè, omdat hij gelijk lekker met je neus naar beneden gaat. En dan met dat, je moet eigenlijk het gevoel hebben alsof je altijd een klein beetje aan het halstrekken bent. Want dan gaat hij, dan komt hij echt heel mooi aan de teugel. En anders, hè, dan blijft hij net, dan blijft die rug een beetje strak en dan blijft hij net een beetje hoog en dan ben je hem daar een beetje soort van naar beneden aan het foefelen. Hè? Maar je moet echt het gevoel hebben dat hij vanuit zijn hele lichaam, hè, met zijn rug er ook bij, zo lekker naar beneden kan zakken. Als ik een schrikreactie geef, doe ik mijn handen omhoog. Als je, hoe bedoel je? Als ik schrik of Blondie schrik, dan doe ik zo. Ja. Of doe ik zo, dat ik mijn handen ineens omhoog doe. Ja. Dan zegt Daan, meestal doe je handen omlaag. Ja. Maar jij zegt dan weer, doe je handen omhoog. Dus ik snap nu niet waar ik mijn handen moet houden. Nou, het zijn ook twee verschillende dingen. Ik vind het wel een hele goede vraag. Maar als jij schrikt en je doet je handen omhoog, dan ga je dus eigenlijk zo doen. En dan wordt je hele zwaartepunt heel hoog. He, je hele, waar je gewicht zit. En als je zwaartepunt hoog is, dan ga je veel eerder tuimelen. Dus dan verlies je veel eerder je balans. Ja? En als jij dus zo doet, dan zit je ook niet meer lekker diep in je zadel. Dus dan snap ik dat iemand zegt handen laag, want eigenlijk willen ze jouw hele gewicht, jouw hele ademhaling, je hele zwaartepunt dichter bij je pony, hè, waar we ook aan gewerkt hebben. Dus dan heb je het over die schrikreactie, dat je de, hè, zo doet en dat wil je niet, maar je wil dat je dus gewoon ontspannen, dicht bij je pony kan blijven. Ik wil nu graag dat je je handen hoger doet, omdat je daar een fijne verbinding met zijn mond krijgt. De waterslang, dus dan loopt de lijn van je teugel mooi door in je arm. Of de lijn van je arm mooi door in je teugel. En je zag ook dat hij daar echt een fijn, dan krijg je meer gevoel, krijg je een beter contact. En je zag ook dat hij daar ook echt lekker op ging ontspannen. Ja, dus dat zijn twee verschillende dingen. En ik heb de laatste tijd gedaan met handen laag rijden, zodat ik zo moet rijden voor nagevelijkheid. Ja. Ja, het gaat vooral om handen, maar dat ik meer zo moet rijden. Ja. En dan nu ook weer zo. En dan heb ik echt het gevoel dat ik een soort
jockey bent. Ja. Kijk, waar je voor uit moet kijken, ik zeg handen hoger, omdat je je handen te laag hebt ten opzichte van de mond. Dus dan is dit te laag. Dus ja, ja vind ik te laag. Zo. Ja, ik vind dat te laag. En wat ik al zei, heel veel mensen denken dat je je handen laag moet hebben om het hoofd laag te krijgen. Maar dat is niet zo, want dat zag je net ook. Als jij je handen daar hebt, dan maak je contact waar je pony erin kan zakken. En als je dus ze te laag hebt, dan krijg je eigenlijk dat jouw inwerking van het bit hier ook heel laag is. En dan zit je op zijn tandvlees. Wat betekent dat inwerking? De manier waarop het bit in de mond ligt. En als jij dan iets met je teugels doet, geeft dat bit een inwerking in de mond. En die geeft daar druk, zeg maar. Die geeft daar contact. En als jouw handen laag zijn, dan doet dat bit dus dit, zo. En dan zit hij hier op zijn tandvlees. Dat is niet zo lekker, want het is maar een heel dun randje tandvlees. En dan, ja, dan krijg je niet echt dat hij helemaal lekker jouw teugel aan kan nemen. Als je je handen hoger hebt, dan komt het bit wat meer in zijn mondhoeken. En als hij in zijn mondhoeken iets voelt, dan gaat hij eerder kauwen. Kijk, zie je? Dan gaat hij kauwen. Dan komt mijn duim in zijn mondhoek. En als hij gaat kauwen, gaat hij ook ontspannen. Plus dat het bit ook wat fijner in zijn mond ligt. Als ik Heel erg bedankt dat je ons vandaag hebt geholpen. Als jullie meer over Roos willen weten, kunnen jullie hier beneden kijken in de beschrijving. Zie ik jou heel graag de volgende keer weer. Ja, hartstikke leuk. Ik vond het een hele mooie verbetering. En je zag het ook heel duidelijk aan je pony terug dat hij blij was met jouw verbetering in je zit. Dus hartstikke leuk om met jou gewerkt te hebben en met je mooie pony.